Maar we zijn nog niet helemaal boven. Zoals je kunt zien. Buske staat even uit te hijgen. Ik stiekem ook. Maar wat is het waard, zeg. Jij mee dan? Ja, motorbiel dingen. Oh, ik dacht dat je bedoelde op de fiets. Ja, dat mogen zij doen. Dan mocht ik wel motorbegeleider. De motorbegeleider, ja. Jongen, jongen, jongen. Wereld. Wereld. Dit is weer net wat beter. Het is meer een brietje weg. Nou, die andere weg, dat kan ik ook. Maar dan, als je dan zelf rijdt, is gewoon zo anders als dat je naast zit. Ja. Dat is ook gewoon niet uit te leggen. Vlaamse Kei. Had ik hem erop? Ik denk het wel. Hij vloog door je beeld volgens mij. Oh, cool. Zag je niet? Nee, natuurlijk niet. Dat zag ik niet. Hier links. Mijn tuigje zit vast, maar ik heb hem erop. Kijk hem kijken. Mooi bezig. Kijk of ik in kan zoomen nu. Ik kan er niet meer één vinden. En waar dan die andere is, die zit dus hier achter. Waar dan die andere is, die zit dus hier achter. Geweldig, die bewegen dan gewoon 0.0. En dan denk je, je komt er wel uit. Cool. Ja, daar komen we dus vandaan. En nu zijn we hier. Er zitten twee dolfijnen in de lucht, zie je die wolken? Ja. Mooie beestjes hier. Mag ik even wat vermelden? Ja. We zijn al kilometers aan het stijgen natuurlijk. Ja. 18 kilometer alleen maar naar boven aan het rijden. Hebben we een uur over gedaan. De auto heeft 20 liter verbruikt. No shit. Oh, wacht even. 20 liter per 100 kilometer, sorry. Dus 1 op 5. Maar goed dat we volgetankt hebben dan. Ja.
gisteren volledig gemist. Ja. In de mist. Met nadruk op mist. Ja. Dit is dus het skidorp. Hebben we gisteren dus volledig gemist. En we gaan even kijken of we hier een kopje koffie of zo kunnen drinken. Ik ben Heinz, de skileraar. Ja. Ja. Ja, wij denken wel dat het de skileraar is. Wat doen ze toch op de weg? Zou daar iets van zout liggen of zo? Kijk, dan komt een andere auto aan en dan vluchten ze weg rechts. En kijk, zo stel ze die deel op. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. En dit is filmen met een handicap, want de telefoon ligt op de lader. Maar ik heb ze. En weer door. Kijk, ons MacGyvertje. Hè? De waslijn, de theedoek, de vaatdoek. Ja. En Ruud's handdoek, mijn handdoek was al droog. Waslijn. Ja, en daar is mijn muts. Die houdt onze velletjes gezelschap. En Rob naar beneden. We gaan het volgende natuurpark in. La Sierra. Heel benieuwd. We volgen dus de bordjes en vervolgens zitten wij terug op de snelweg. In de verkeerde richting. In de verkeerde richting. Dus ja. Dat was gek. Dit was een plan, maar of die goed was. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar die wolken die zijn echt zo bijzonder. Alsof er sneeuw in de lucht is. Nou, we zijn inmiddels toch in dat natuurpark terechtgekomen. Maar toen bleek dat we er 5 of 6 uur langer over zouden doen. Dus we gaan er een stukje door en dan pakken we de weg weer op. Deze hebben we vorig jaar ook gereden, maar dat was met het huurautootje. En we doen het lekker nog een keer, maar nu met Buske. Prachtig weer. Wij hadden zoiets van, wat is dat nou joh? Maar, 2 koeien, heb een bel om. Oh, een raam open. Niet te ver, want anders komen ze misschien naar binnen. Nou ja, we zijn toch niet in Oostenrijk? Hallo, ik zie je. Ik zie je. Ja. Die zijn verdwaald, zeker. Hoe ging dat liedje nou? Hoor. Het is een vreemdeling. Oh ja, het is een vreemdeling, zeker. Ja, dat had ik nog niet verwacht. We zitten helemaal op de Mouflon uitkijken en we komen tegen een Milka koe. Was dat een Milka koe? Ik vond dat een Milka koe. Die zijn toch paars? Ja. Die andere was toch al bijna paars? Die was rood. Je bent toen een andere zonnebril. Ja, dat is waar.
Brigitte heeft het plekje gevonden. Er staan twee vaste bewoners. Eén enorme bus en een oude Corrado. En voor de rest leegvallende sinaasappelbomen. En we zitten in het dorpje Berja. B-E-R-J-A. Ik ben benieuwd hoe dit is. Eerst even naar die sinaasappelboom kijken. In een zonnetje met het ankerbiertje en een klein wijntje staat mijn man heel charmant. Kijk, en ik sta erbij. En wij gaan het spelletje Nummer Cup spelen. Dat is ook net als het grote cup, het vikingspel, is dit dan soort kegelen, maar dan net weer anders. Ja, het gaat altijd maar helemaal officieel. Dus dat gaan we nu even doen. Life is good. Jammer. 28-23. Spannend spel. Gelijk. Oh. 39-28. Wat een rotspel. Er staat hij in één keer voor. Dan is het in één keer een rotspel. Nee. Nou, spelletje is voorbij. We have a winner. Hier staat hij. En de winner mag koken. Oh. Nou, is dat lief. Ja, hartstikke lief. Kijk, ik heb een windscherm gemaakt. En zo krijgen we niet alle kookdampjes in het bed, hè? Nou, is het leuk of is het leuk? Ja. Is dat altijd droog? Dus misschien moeten we die douchetent als kooktent gaan gebruiken. Ik denk dat jij het dan heel benauwd krijgt. Maar ja, mensen, we hebben een douchetent. Die laten we jullie laten zien. Dat is als we ergens... Nou ja, dat we kunnen douchen of dat de poepdoos buiten kan staan. Ja. Dan, het zou hier kunnen, maar... Het zou kunnen. Het lekker, want er ligt maar zoveel glas. Ja, plus ik denk dat kampeergedrag niet is toegestaan hier. Maar wij zijn wel... Hé, er staan nog twee houtjes, zie ik nu ineens. Nou ja, zie je dat? De 1 en de 3 staan er nog. Ja. Hé, ik ben blij dat ik het zie. Yeah. Nou, Ruud is aan het koken. Ja. En ik ben van de mise en place, dus ik ga even snijden en alles doen. En je wekkertje zetten op 8 minuten alsjeblieft. De wekker op 8 minuten. Roger. Horen jullie de vogeltjes fluiten? Nou, ik fluit ook bijna hoor, want kijk. Ik heb even geholpen met snijden. Welkom to my kitchen. Welkom to our kitchen. Hoe heet een sterrenrestaurant achterop een uittreklaar? Een Einsterrenrestaurant. Einsterrenhotel. Einsterrenhotel, nou. Pasta heeft al gekookt, we doen het op één pit. Een soort ready steady cook met van alles en nog wat. Heerlijk. Ja. Heb je dan de controle? Even wachten. Ja, ik heb het onder controle. Een bak pasta. Let's eat.
니냐 콜라다 아코 세페 너의 피부색처럼 드립 지금 내 핸드폰에 비친 Hebben de buren een klein campertje? Ja, ik vind dat de buren wel een heel klein campertje hebben, inderdaad. Zeker met dat aanhangertje eraan. Ja, en de auto die aan de andere kant staat. En hun schuur achterop. Ja, dan hebben wij toch wel de grootste, hè? Ik denk wel dat zij erin wonen, denk je niet? Jij denkt dat zij erin... Ik denk het ook, ja. Dat hadden we gezien in de comments dat zij hier gewoon vaststaan. Ja. Maar ja, weet je, het is voor de nacht. Het vriest niet. En dat is het allerbelangrijkste voor nu. Hé, hey, en daar, die man die woont alleen, hè? Ja. Ja. Maar ik vraag me wel af waar ze dan het servicen doen. Ja, hij heeft daar zijn watervoorraad staan. Hij heeft wat planten en kruiden staan. Ja. Ik ga ervan uit, stiekem, dat ze dat verantwoorden. Dat hoop ik dan maar.